Hoi Leo, welkom bij je reading voor februari 2023. Ik hoop dat je een hele fijne maand januari hebt gehad. Ik ben benieuwd met jouw doelgerichtheid en jouw vuur wat er aan goede voornemens al is uitgekomen. Of welke je los hebt gelaten natuurlijk. Want dat moet op zijn tijd ook. In ieder geval, ik ga een reading voor je doen voor februari. En dat is een elementen reading. Die heb ik vorig jaar ook een keer gedaan. En ik heb hem weer teruggepakt, want hij beviel me wel. Neem mee wat op jou van toepassing is. De rest mag je achterwege laten. En de eerste kaart die ik heb is van de Spellcasting Oracle Card. En dat is Lighten Your Load. En je ziet hier iemand, lighten your load, die de wereld op zich draagt, op zijn rug, maar tegelijkertijd nog steeds zijn eigen vuur vasthoudt. En dan is de vraag, is het gewicht van de wereld belangrijker, het dragen van de wereld? En ik weet hoe leeuwen zijn, jullie willen het beste voor iedereen, jullie gunnen iedereen alles, maar je hebt ook nog je eigen licht. En dan is de vraag, wat is er belangrijk? Is het licht van een ander of is het je eigen licht? Want licht en vuur voor een leeuw is het belangrijkste wat er bestaat. Dat kan ik je vertellen. Een leeuw die zijn vuur kwijt is. Nee, ik heb het één keer gezien en ik wil het nooit meer zien. Nooit meer. Van mijn leven niet. Maar, ik ga kijken voor je naar je elementen. En ik begin met het element aarde. En het element aarde gaat over het fysieke leven. Over je gezondheid, over werk, over misschien geld. Het gaat over thuis, over je naaste familie. En daar heb je als eerste kaart liefde. Liefde, de geliefden. Het is kaart nummer 6. Het gaat over balans, harmonie, het vinden van eenheid, maar ook het maken van keuzes. En het valt me nu toevallig op dat hier jouw sterrenbeeld staat afgebeeld. Stier. En dat ik hier een leeuw zie. Ook al gaat het over de geliefde. Over balans, harmonie en eenheid. En misschien als je je lading afgooit, dat je meer van die harmonie terugvindt. Harmonie in je eigen leven, in je eigen zijn misschien. Bij het element vuur, dat is jouw element, in het zuiden. Wat gaat over je wensen, dromen, maar ook over creativiteit, over jezelf uiten en je eigen karakter naar voren laten komen. Je eigen identiteit naar buiten brengen. Heb je de 5 van aarde. De 5 van aarde is een kaart die zegt, je doet mee, je telt mee, je bent iemand. De dingen die jij doet zijn misschien onbelangrijk voor sommige anderen, maar je moet ze doen, want niemand anders doet het. Jij bent degene die het doet. En daarom tel je mee, daarom ben je belangrijk. Je bent gezegend door het universum. Dat is wat deze kaart zegt. In het element vuur. Jezelf uitdrukken. Je wensen en dromen naar buiten brengen. Ze manifesteren in het fysieke leven. Je bent gezegend. Wauw. Dan gaan we naar het westen, water. We hebben de boodschappen van vuur. Iemand had gisteren volgens mij deze kaart op dezelfde plek, maar ik weet het niet meer zeker. Maar de boodschappen van vuur is jouw boodschapper. Het is de boodschapper die iets nieuws brengt op het gebied van je creativiteit. De ontdekkingsreis van het leven. En het speelt zich af in het westen van het element water. Water gaat over je emoties. Het gaat over sociale contacten. Over relaties, vriendschappen. Over je gevoel. En je gevoel geeft aan, er is iets nieuws. Er komt iets nieuws aan. Het is misschien een boodschap. Misschien is het een inzicht. Maar er is iets nieuws. Een nieuwe weg op het gebied van vuur. In het element water. Op het gebied van je gevoel. En dan hebben we in het oosten het element lucht. Dat gaat over intelligentie.
en kennis, maar ook over de bereidheid om te leren. Over begrip en over ontwikkeling. En daar heb je de 10 van vuur. De 10 van vuur is het verbranden van oude bruggen. Bruggen die niet meer belangrijk zijn. Je bent er overheen geweest en je hoeft niet meer terug. Het heeft geen zin om terug te gaan. Waarom zou je, als de toekomst voor je ligt, waarom zou je dan teruggaan naar het verleden? Dit is het verbranden van oude bruggen. Het is het achter je laten van een last. In het normale Rider-Waite heb je iemand die 10 staven aan het dragen is. Hij is bijna op het einde van de weg. Hij kan de staven achter zich laten. Waarom? Het is niet meer zijn last om te dragen. En dat is wat je hebt op het gebied van je gedachten en je kennis en ontwikkeling. Misschien ben je echt inderdaad je last aan het verlichten. Twee van zwaarden. Het is een keuze. Misschien is het verlichten van die last een keuze. Want je hebt ook de geliefde. En de geliefde gaat ook over het maken van een keuze. Loop je door die twee pilaren heen of blijf je waar je bent? Ik ga hem verduidelijken. Voor liefde heb ik de koning van zwaarden, de kluizenaar en de 9 van staven. De koning van zwaarden. Deze koning weet wat hij wil. Hij heeft een heel duidelijk beeld over hoe zijn koninkrijk eruit moet zien. Hij is een rechtvaardige koning. Een vergevende koning. Vergevingsgezind. En hij zal altijd de juiste beslissing maken. Een juiste rechtvaardige beslissing. Gebaseerd op kennis. Gebaseerd op ervaring. Desalniettemin. Hij maakt keuzes. En we hebben de kluizenaar. De kluizenaar is degene die naar zichzelf kijkt. Die het licht in zichzelf vindt. Je ziet dat ze hier in een donker bos zit. En toch heeft ze hier een vuur branden. Dat vuur is van haar. Die kat ligt bij haar. Hier een uil van wijsheid. Alle wijsheid zit in jou. Alle kracht zit in jou. Al het vuur zit in jou. En je hebt hier de 9 van staven. De 9 van staven gaat over iemand die 8 keer een strijd geleverd heeft. En 8 keer opnieuw begonnen is. En toch, ondanks dat ze 8 keer die strijd heeft geleverd. Deze heks, elf, hoe je het wil noemen. Heeft nog steeds die 9e staf vast. Je krijgt me niet klein. Ik ga door. Ik geef niet op. Precies waar jouw sterrenbeeld onbekend staat. Alleen dan is wel mijn vraag, omdat ik hier lighten your load heb. En hier balans en harmonie. Ben je bereid om deze staven achter je te laten? Of ga je ze met je meedragen? Dat is een vraag waar alleen jij het antwoord op weet. En je weet het, want je hebt de koning van zwaarden. Je weet het, want hier heb je de kluizenaar. Ik denk wanneer je in jezelf kijkt, dat je ontdekt welke kracht er in je zit. Dat je weet hoe sterk je bent. En dat het soms ook sterk is om lasten achter je te laten. Dat kan ook sterk zijn. Dat is ook kracht. Je zegeningen in je eigen element op het gebied van vuur. De zegeningen van de 5 van aarde. Wat zeggen die voor jou? 10 van bekers. 4 van zwaarden. 2 van staven. De 10 van bekers is een compleetheid op emotioneel gebied. De 10 bekers zijn compleet. Je ziet hier een gezinnetje. Je ziet dat meisje hier zitten. Babytje. Kat ligt lekker lang uit. Weet ik wat hij aan het doen is. Ik weet niet wat katten doen.
Weet je wel, spinnen. Volgens mij doen ze dat. Nee. Ik hou van katten hoor, maar ik heb zelf een hond. Dus ja, ik bedoel, ja, van honden weet je wat ze doen. Ik bedoel, mijn hond wil alleen maar slapen, eten, spelen en uitgaan. Of naar buiten gaan, weet je wel. Maar katten, ja, spinnen of zo. Maar dit is emotionele compleetheid. Dit is het punt waarop je compleet bent of wordt. Met die zegeningen. Hier heb je nog meer zegeningen. Zegeningen in de vorm van rust, mentale rust voornamelijk. Maar je bent gezegend. Je pakt hier je moment van rust. En misschien moet je ook je moment van rust pakken. Lighten your load. Pak je moment van rust. Soms gaat het niet altijd om wat anderen willen of zeggen of denken of verwachten. Dat zijn hun verwachtingen. Jij hebt jouw verwachtingen. Waar wil jij aan voldoen? En dan komen we bij de twee van staven. De twee van staven, deze persoon kijkt vanaf deze toren uit, heeft de wereld in zijn hand. Wat wil ik gaan doen? Wil ik die kant op? Wil ik die kant op? Wil ik die kant op? Welke dingen wil ik bereiken? Wat wil ik werkelijkheid maken in mijn wereld? Wat wil je werkelijkheid maken? De verwachting van jezelf of de verwachting van een ander? Want de verwachting van een ander kan inderdaad ons een beetje het atlasgevoel geven. Alsof we de hele wereld moeten dragen. Maar hé, zij hebben ook schouders, hè? Zij kunnen ook een last dragen. Ze kunnen hun eigen verwachtingen ook gewoon aan zichzelf voorleggen. Of niet? Ja? Voor de boodschappen van vuur. De kaarten doen hele rare dingen nu ik naar die boodschappen van vuur wil. Kaart. Zeven van bekers. Aas van staven. Vijf van staven. Dat nieuwe in het element water wat gebracht wordt door je eigen boodschapper vraagt je om een keuze te maken. Het biedt je een nieuw begin. En het vraagt van je of je voorbereid wil zijn. Het maken van een keuze. Dit gaat over het maken van een keuze. Een keuze niet met je hoofd, maar met je hart. In het element water. Bekers. Element water. De keuze die je gaat maken, of de keuze die je gaat moeten maken, of de keuze die voorgelegd wordt aan je. Bijvoorbeeld of je gaat voldoen aan je eigen verwachtingen of die van een ander. Ik noem maar even iets. Die keuze moet komen vanuit je hart. Vanuit het element water. Ga je voor het kasteel? Ga je voor liefde? Ga je voor kennis? Waar ga je voor? Wat wil je doen? Wat wil je bereiken? Wat is voor jou het belangrijkste? Welke keuze je ook maakt, er komt een nieuw begin. Aas van staven. Een nieuw begin op het gebied van jouw element. Creativiteit, motivatie, inspiratie. Iets wat je eigen karakter naar voren gaat brengen. Waarin je je eigen identiteit gaat vinden. Wie ben ik? En wat wil ik bereiken? Wat kan ik bereiken? Maar de keuze gaat zorgen voor een nieuw begin. De boodschap komt, de keuze komt en het nieuwe begin komt. En het ligt allemaal aan jou wat er gaat gebeuren. Want je creëert je eigen leven. En we hebben de vijf van staven. De vijf van staven is voorbereiding. Je zou kunnen zeggen dat ze met elkaar aan het discussiëren zijn over dit brouwsel. Maar ze moeten een keuze maken. Als ze geen keuze maken en ze zijn niet daadwerkelijk voorbereid. Ik bedoel, het loopt nu al over de randen heen op de grond.
Dus ze kunnen niet voor eeuwig voorbereiden. Op een bepaald punt heb je genoeg voorbereid. Heb je genoeg voorbereidingen getroffen. Op een bepaald punt moet je actie ondernemen in plaats van alleen nog maar dragen. En ik ga naar de 10 van vuur. Het verbranden van de bruggen achter je. Het loslaten van de last. 3 van bekers. 3 van bekers valt eruit. Dat is een overwinning. Het is een overwinning. Het is een reunie. Maar het is zeker iets te vieren hebben. Voor de 10 van vuur heb je de koningin van zwaarden. Je hebt de dwaas. En je hebt de ridder van staven. Dat is jouw ridder. Dat is je eigen ridder. Je eigen doldwaze jackass ridder. Ik weet niet of iemand jackass nog kent, maar die deden allemaal van allerlei fratsen die je eigenlijk nooit in het echte leven moet uitvoeren. Weet je wel? Van die daredevils. Maar je hebt de koningin van zwaarden. Een koningin met een heel helder beeld. Een koningin die rechtvaardig is. Die zorgzaam is. Maar altijd logica betrekt in haar beslissingen. Je hebt hier de koning van zwaarden. De koning van zwaarden is de praktische kant. Het is de mannelijke kant. En hier heb je de zorgzame vrouwelijke kant van je beslissingen. In het element lucht, waar zij het sterkst is. Vertrouw op je eigen keuzes. Vertrouw daarop. Je hebt de dwaas, een nieuw avontuur. Zij is klaar om een nieuwe avontuur aan te gaan. Ze is nergens bang voor die kat die hier achterop zit. Ik weet niet of je hem goed kunt zien. Maar ze heeft hier een kat achterop zitten. Die kat zal haar steunen. En die zal overal met haar naartoe gaan. Misschien is hij klaar een beetje bang dat hij denkt, oh, wat gaan we nou weer doen? Maar zij vertrouwt op zichzelf. Zij vertrouwt op haar nieuwe avontuur. Dat alles goed zal komen. En je hebt hier de ridder van zwaarden. Staven, sorry. En de ridder van staven is jouw ridder. Het is een ridder met lef. Het is een ridder die gemotiveerd is en geïnspireerd is. En ik weet niet of hij het gevecht aangaat met die draak. Of dat hij misschien denkt, weet je wat, als ik een leeuw kan temmen, kan ik ook een draak temmen. Maar misschien is dit wel Aegon Targaryen the First die denkt, hé, dan gaan we even flikken. Maar hij doet het wel. Omdat zijn motivatie zegt, het is tijd om het oude achter te laten en het nieuwe avontuur aan te gaan. Het is tijd om mijn eigen wensen en dromen achterna te gaan. En je hebt wensen en dromen toch, dat hebben we allemaal. Grote en kleine, dichtbij, ver weg, we hebben allemaal wensen en dromen. Maar ik blijf naar die kaart teruggaan en ik vraag me af, hoe goed kun je je dromen waarmaken als je dit elke dag moet meesjouwen? Maar, hoe goed kun je je dromen waarmaken als je dit vuur laat branden? Zo. Wie vallen eruit? De 6 van staven. Overwinning door het tonen van lef. En de 4 van water. Er zijn altijd nieuwe mogelijkheden. Ze worden je aangereikt. Zelfs al zie je ze niet, er zijn altijd nieuwe mogelijkheden. Oké. Ik ga naar je advies. Advies voor leeuw. Weet je trouwens dat er nog nooit een leeuw is geweest met wie ik niet door één deur kon? Maar echt, ik kan altijd met leeuwen overweg. Ik hou van leeuwen, serieus. Altijd, heel mijn leven al gedaan. Oh, wauw. Je kunt ze al zien, hè? Ja, je kunt ze zien. Oh, oké, goed. 4 van staven, 4 van vuur.
Dit is stabiliteit, het is eenheid. Het is een stabiele ondergrond hebben en daarop bouwen. Het is een overwinning, het is iets te vieren hebben. Als dit niet hell yeah zegt, dan zegt niks het. Maar, oké, goed. Er is nog één extra hell yeah die je krijgt. Maar, we hebben de maan. De maan vraagt je om vertrouwen te hebben in het onbekende. Het vraagt je om de weg te lopen die je nog nooit hebt bewandeld. Dat is wat de maan aan je vraagt. En daarnet viel volgens mij de zes van staven, die viel eruit, toch? Ja, de zes van vuur viel eruit. En de zes van vuur vraagt ook om het onbekende pad te kiezen, om te durven en daardoor juist succes te boeken. Dat is wat de maan je vraagt. En misschien zijn er dingen die nu nog steeds verborgen zijn, dingen die je nog niet ziet, die pas in de loop van de maand duidelijk worden. Maar ze zijn er wel en het universum vraagt je vertrouw. Vertrouw op hetgene wat je niet weet. En dan komt je tweede hell yeah die ik had beloofd toen ik hiermee klaar was. En dat is de zon. Dit is jouw kaart. Dit vuur is hetgene wat je moet pakken. Dit is het vuur wat je moet laten schijnen. Dat is hetgene waar je je energie in moet steken. Lighten your load, leeuw. Als je sterk genoeg kunt zijn om het te dragen, kun je ook sterk genoeg zijn om het af te gooien. En de zon zegt, ga voor je eigen geluk. Pak je eigen geluk. Voldoe aan je eigen verwachtingen. Niet aan die van een ander, want het is jouw leven. En jij moet gaan voor wat jou gelukkig maakt. Dat is wat de zon zegt. Met een kinderlijk enthousiasme. En de vrijheid van de hele wereld aan je voeten. Alright. Laatste kaart. When My Soul Whispered Oracle Deck. En daar heb ik connected. Connected. Verbonden. Leeuw, wij zijn allemaal met elkaar verbonden. Wij zijn verbonden met elkaar, met het universum, met de fysieke wereld. En de 4D-wereld, de 5D-wereld. Hel, we zijn verbonden met de 26D-wereld. Maar we zijn allemaal met elkaar verbonden. Alles en iedereen. Elke vezel, elk dingetje, elk lucht, elk celletje, alles is met elkaar verbonden. Want alles is gemaakt van energie. Jij bepaalt wat je met die energie doet. Dat is wat je met die hele reading, dat is wat je hele reading zegt. Jij bepaalt wat je doet met die energie. Die energie die met alles en iedereen verbonden is. Jij bepaalt wat je ermee doet. Dat is een afsluiting, of niet? Ik heb ineens een rilling lopen over mijn rug. Die gaat gewoon echt helemaal van... Oh, helemaal tot in mijn kruin. Jij bepaalt wat je doet met jouw energie. Lieve leeuw. Alright. Ik wens jou een hele fijne maand februari. Wat het ook is dat je wil bereiken, go for it. Laat je door niemand tegenhouden, want je weet wat ik hier gezegd heb. Go for it. Oké. Fijne maand februari. Dankjewel voor het kijken. En ik hoop je volgende keer weer te zien. Doei!